Waarom bent u naar de Eerste Kamer gekomen vandaag? Nou, het is denk ik een unieke gelegenheid om de gebouwen te bekijken die normaal gesproken niet toegankelijk zijn. Ik loop er heel vaak al langs en dan mag ik een keertje eindelijk naar binnen. Dus ik ben heel nieuwsgierig om een keer te zien hoe het er van binnenuit ziet. Kamerleden zitten op de bankjes hier. Achter is de publieke tribune en daar kunnen bezoekers plaatsnemen als ze de vergadering willen volgen. En dat kunnen mensen thuis ook, omdat deze openbaar mogelijk zijn. Door de livestream op onze website kunnen mensen dus thuis dat volgen. Open Monumentendag is belangrijk voor de Eerste Kamer, omdat wij als Eerste Kamerleden werken in een monument. We zijn trots op het monument. Bovendien kan iedereen dan zien hoe een deel van de volksvertegenwoordiging is gehuisvest. En dat vinden we heel mooi. Ja, leuk om het een keer zeg maar in het echt te zien. Het zag er ouderwets uit. Dat vind ik leuk. Ik vond het echt heel indrukwekkend. Het is allemaal veel ruimer, veel groter. Nou, nee, het was echt boven verwachting.